Senko sinta Kera si kere te Tweede prijswinnaars Sustainable Solar Cooking. De vijfde keer dat we het organiseren. Ja, de ontwikkelingen zijn heel goed als je 5 keer achter elkaar zo'n dag kan organiseren. Dus het leeft ook echt. En we hebben dit jaar voor het eerst een prijs voor beste particuliere initiatief. Dus dat is ook goed en dat trekt ook heel veel mensen. Want mensen steken heel veel energie in de dingen die zij willen doen. De tweede prijs is een YouTube-filmpje. Hij is klaar. Hij is klaar, kijk maar. Ja. We gaan zo rond met voor iedereen een hapje macaroni wat we net in de zon hebben gekookt. Ja. Wilt u proeven? Ja, ik wil het best proeven. Met de zon. Ja, ja, oké. Okay. Dat is en mooi. Ja. Lekker. Ethiopisch basis, want de ui, tomaat komt uit Ethiopië, kruiden uit Ethiopië, alleen de pasta, Italiaans. Ja. Tijd, hè? Hoe lang zijn jullie bezig met dit project in Ethiopië? Met het project zijn we sinds 2008. En gebeurt ook dit werkelijk daar in Ethiopië? Ja, dat wordt daar, maar ook rijst of tarwe maken ze, of geit of vlees. Waar doen jullie het in Ethiopië? Waar? Depertijd, onder andere. En nieuwe projecten worden nu gestart in de Abraamba en andere plekken in het zuiden. Adigrat en Arsi Nigelle. Daar starten nu allemaal projecten, samen met Hoarek, hè? Het is eigenlijk een combinatie van nieuw initiatief vanuit Nederland, een nieuwe technologie. Ja. En dan ook die eigenlijk aan de behoeften van de mensen voldoet. Dat wil zeggen dat er is gewoon een heel grote behoefte aan kooktechnologie. Zoals je weet, we koken allemaal met 3 steentjes. De bomen zijn weg, dus je moet nadenken van hoe op een andere manier gaan koken. En dan dit komt dan goed. Solar cooking komt dan goed van te pas. En het belangrijkste is dat de vrouwen produceren zelf en verdienen geld. En ze hoeven niet hout te sprokkelen. Dan is er vaak fysiek geweld, hè? Dankjewel. Heel lekker. Zijn jullie ook wel in Ethiopië geweest? Hebben jullie ook dit daar in Ethiopië meegemaakt? Ja, ik ben zelf in Debrecen geweest en alle projecten worden bezocht. Ik ben ook in Ethiopië geweest, meerdere malen. Ik heb veel Ethiopische vrouwen getraind en die zijn nu allemaal instructrice. En die kunnen nu zelf alle vrouwen trainen met solar cooking. Hoe was het? Prima hoor. Ja? Zonne. Macaroni op zonnekracht. Voor het eerst dat ik het eet. Een nieuwe ervaring. En wat krijg je dan de lokale bevolking daar? Krijgen ze bepaalde dingen om daar te koken onder de zon? Ieder die een koekit of een hooimand of een houtbespaard kooktoestel koopt, krijgt instructie van lokaal opgeleide instructrices. Dus die hoe je in de zon moet koken met zo'n solar koekit. Solar cooking gaat, je gebruikt eigenlijk de reflectie van de zon. Ja. En dan ook, je moet ook normale pan natuurlijk, maar je moet het zwart verven, zodat het de warmte houdt. En dan moet je ook een plastic daaromheen, zodat de warmte eromheen ook erin blijft. Het is eigenlijk een hele simpele techniek. En dan als je allemaal bij elkaar telt en dan de warmte komt, ja, 60, 70 graden. 90, 95 90, graden. 95, ah, kijk, kijk. Ja. Ja, dus dat is een vorm van slow cooking eigenlijk. Hè? Het stooft als het ware het eten. En het is perfect van smaak. De vitamine blijven er veel meer in dan wanneer je op een vuur een pan roert. En het is veel gezonder omdat bij een open vuur, als de vrouwen bij een open vuur koken, komt er heel veel rook vrij. Waardoor baby's ziek worden, vrouwen longziekte krijgen. En dat is allemaal weg met deze manier van koken. Hallo.